Wat gebeurt hier vandaag in de drukcultuurfabriek op de Profijdag? Ja, dit is een docentencontactdag is dat. En dat is een docentencontactdag van Profijt. Profijt, dat is een samenwerkingsverband eigenlijk van alle scholen in het middelbaar en beroepsonderwijs en voortgezet beroepsonderwijs. VMBO, MBO, ook praktijkscholen, speciaal onderwijs doen ook allemaal mee. En wat wij dan nu georganiseerd hebben is voor alle docenten die daar werkzaam zijn een contactdag. En dat is wel in het licht van de week van de innovatie. Dus gewoon van ja, hoe bereid je de leerlingen nog voor op die moeilijke toekomst? En wat is er allemaal te doen vandaag? We hebben de futuroloog Wim de Ridder hebben uitgenodigd. En we hebben daar een negental workshops. Die worden ook hieromheen allemaal gegeven. Allemaal in dat licht over zelfstandig ondernemerschap ontwikkelen bij leerlingen. Blended learning, de toekomst in de zorg. Ja, verschillende onderdelen. Ja. Kunt u vertellen wat hier gebeurt op de Profijdag vandaag? Ja hoor. Vandaag komen alle docenten, of veel docenten, van Profijtscholen, dat is VO en MBO in de Achterhoek, die komen hier samen om te luisteren en te kijken naar presentaties van mensen uit bedrijfsleven en het onderwijs. Van wat gebeurt er allemaal in techniek? Wat voor vernieuwingen zijn er allemaal vandaag de dag die in het onderwijs eventueel te gebruiken zijn? U heeft hier net een presentatie gegeven. Waar ging dat over? Dat gaat over 3D-printen van beton. Dat is een project wat we opgestart zijn nadat we begonnen zijn met het 3D-printen van een groot object in kunststof. We hebben de behoefte aan om nu met een ander materiaal door te gaan, wat beter tegen weer en wind kan. En daarvoor zijn we hier nu een 3D-printer aan het ontwikkelen die beton kan printen. We gaan onderzoeken of we een speciaal soort beton kunnen krijgen, een biobased beton. En daarna ga ik met mijn ideeën aan de slag. En wat voor objecten moet ik dan aan denken die straks misschien wel geprint kunnen worden? Ja, nou voorlopig ga ik dus eventjes helemaal los en maak ik objecten die ik zelf heel mooi vind. Waar vooral een gevoel uitspreekt. Maar ik hou er rekening mee en er gaat straks ook zeker gebeuren dat we daar ook echt woningen mee kunnen printen. Jullie hebben net een presentatie gegeven. Waar ging dat over? Over Metsel van Techniek Lokaal. Over energie, zeg maar. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Nou, de mensen van Techniek Lokaal vroegen of wij de presentatie wouden doen. En dat vonden we goed. En wat vond je ervan? Erg leuk om te doen. En willen jullie later misschien wel hier werken? Ja, ik misschien wel. Het ziet er wel heel erg leuk uit zo. Het doel van de eerste dag is om docenten op de hoogte te brengen van vernieuwingen in het bedrijfsleven. En verder is het natuurlijk interessant om elkaar eens te ontmoeten, te netwerken. En het mag naast een leerzaam bestanddeel, mag het ook best gezellig en leuk zijn.